Welkom terug allemaal. Welkom terug bij Destiny 2. Inmiddels aflevering 13. Ik zal Delano even voor jullie inviten. Hij is level 15 geworden, dus we kunnen de missie waarvoor je level 15 moest zijn doen. Alleen nou horen we net weer van Julia dat je wellicht voor het spel uit te spelen level 18 moet zijn. Dus als dat zo is, dan wachten we weer even met opnames. Daar zullen jullie als kijkers zijn er niets van merken, omdat alles gewoon achter elkaar wordt geüpload. Maar wij weten dus eigenlijk nu onze planning nog niet helemaal. Hetgeen wat we dus nu gewoon gaan doen is de volgende story mission. En mochten we tegen een level 18 barrière aanlopen, dan gaan we even de planning omgooien en dan nemen we dat later op. Maar ik hoop in ieder geval dat jullie er zin in hebben. De story gaat hier verder, samen met Delano. Drop even die like als je het awesome vindt. En let's go. Ja, het lijp is, ik kan mijn vehicle nu pakken die jij niet hebt. I don't know, kan ik niet achterop? Nee, was het maar waar. Maar ik ga hem sowieso niet pakken dan. Want dat zou nergens op slaan. Kan je hem pakken? Ga er eens op. Nee, kan niet. Kan niet? Nee, is echt van jou. Bijna iedereen heeft hem al ontlokt, behalve ik. Uil in de club. Let's go. Ik zal even een korte update doen, jongens. We gaan dus nu naar de main story toerennen. Jullie zien hem daar staan. Ik heb hem getracked. Delano volgt mij. Omdat we in de tussentijd best veel hebben gespeeld, ook om Delano level 15 te krijgen, hebben we net wat sidequests gedaan. En verrassend genoeg hebben we er echt best wel veel shit uit gekregen. Ik zal mezelf even laten zien namelijk. Bijna alles is legendary, zoals je ziet. Op mijn chest na. Zelfs hier beneden, mijn ships, mijn sparrow, alles is opeens legendary. Het is eigenlijk vrij rap gegaan. Dus dat eventjes ter update van mijn eigen loadout, zeg maar. En daarnaast, Delano, moet je even hierheen komen, want ik zie een kist, man. Oké, okay. Je kan mij ook eventueel nog laten zien als je wil. Fuck. Ja, ik zal jou ook laten zien, want ik viel naar beneden. Ik moet de brug weer op, kut. En kom er nu aan. Okay. Ja, ik wacht op jou. Kijk, welke handcannon heb ik? 154. Oh ja, oké. Okay. What the fuck is de yellow jacket? Oh, dat is die, ja. Hier, kijk, daar ben ik. Ik zag deze op afstand, inderdaad. Dus ik wil hem even openen. Collect loot, wat zit erin? Nou, ah, tokentje, prima. Oké, ik ga hem even openen. En ik krijg ook token. Oh, en deze ook even pakken, Lana. Voor als je level 20 wordt, dan kan je dit allemaal inleveren voor reputatie. Hier. Oh, jongens, even rustig, meneer, rustig. Dat kun je dan weer inleveren voor reputatie en als je 20 bent, krijg je er Engram van. Sorry? We zijn nu bij Earth, toch? Ja, dit is Earth, dit is Planet Earth. Ik hoop dat je je eigen planeet wel herkent, als mens zijnde. Ja, weet ik, maar ik zit er... Ik toch nog even vragen, meneer. Ik vraag me echt uit welk land het speelt. Ik denk, dit ziet er heel erg Noord-Amerika uit, to be honest. Ja, in Destiny 1 was het Russia. En dan zeg maar echt het industriële gedeelte van Rusland. Maar goed, ik zal jullie even de score laten zien. Ik heb mij laten zien, dat heb ik laten zien, bijna alles legendary. Heb je me al in een andere part me al laten zien hoe ik... Ja, je bent soms langsgekomen in de part, dus jij gaat zeg maar richting alles blauw nu, toch? Ja. Ja, alles en je werkt naar de 150 light toe. Nou, gruwelijk. Het gaat hartstikke goed nu. Ja, het gaat echt snel, het gaat echt snel. We zijn lekker bezig met z'n tweeën. We zijn allebei best wel goed, dus... We gaan hem aanzetten. Recommended light 160. Ja, ik heb 154, dus het valt mee. Maar met mij erbij komen we wel goed. Ik ben voornamelijk heel erg benieuwd naar wat we gaan krijgen als we die 100.000 weekly clan XP hebben. Daar zullen we ook wel vette shit voor krijgen, hoor. Guardian, we've got a tough road ahead. So I'm sending in a holiday with something special. Are we talking Gjallarhorn special or an Akora philosophy lesson special? Just keep moving. Storm the facility and board that Cabal carrier. No matter the cost, we must get to the Almighty. Ze belonen je gewoon in deze game nu eindelijk echt voor het feit dat je een clan hebt. En dat je clan groot is en dat je gezamenlijk speelt. Dus dat is heel vet. So Zavala, I gotta ask you something. When you told our Guardian friend here, and I quote, I need
Wade, did you by any chance happen to maybe cry? Holiday, what's your status? Let the record show. Half of the grenade launcher out the test. Couple clicks out, Commander. This girl's heavy. Oh, sick! Ik zag hem, ja. Goeie impact. Oh, ze gaan nog, ze knallen nog, uiteindelijk. Oh, hey. Duurt gewoon lang. Hey, blauwe Engram. Waar de hel moeten wij? Wow! Ik lette op jou, je kwam het hoekje om. Je werd gewoon meteen gerekt. Wow. You got us a tank? You got them a tank? How come I never got a tank? You know you just break it. Weet je wat? We gaan gewoon de tank in. Oh, je kan nu met die tank schieten. Hey, blauwe engine. Nice. Energy weapon. Oké, Lana, ik weet niet of je het hebt gehoord. Ja. We krijgen een tipje van Julia. Ja. Jij moet in de tank. Oh, ik moet in de tank. Omdat jij geen Sparrow hebt en ik wel. Dus dan kan ik achter jou aanvliegen. Dus jij moet de tank besturen, ik vlieg erachteraan. Want het is best wel een ver stuk, zegt Julia. Oké, is goed. Dus jij moet alle enemies clearen, ik vlieg er rustig achteraan. Je krijgt ook best veel XP voor. Oh, en nou kan ik ook ik kan nu ook een voertuig pakken. Dus ik help nu ook met schieten. Je hebt echt heel veel XP ervoor. Wisten jullie dit? Nee, ik heb die ervoor gekregen. Jeel, oh my god. Oh, je krijgt ook gewoon, een... En er is gewoon nog een tank. What the fucking fuck lul je, joh. Oh, so I get nothing. And they get as many as they want. I see how it is. Is it a glitch? Hey, je gaat super snel rank up met dit. Denk ik. Want je krijgt super veel XP. Oh shit. De tank gaat exploderen. Ik moet hem even helpen. Oké, ik moet echt geholpen worden. Ik moet een nieuwe tank pakken. Oh, hier. Summon Drake tank. Dit had dus al die tijd gewoon gekund. Kom eens terug, kom eens achter me aan. Want je kan gewoon een tank summonen. Die sukkels wisten het helemaal niet, wat een noobs. Wauw, hoe konden ze dat niet gezien hebben? Even serieus. Dat vraag ik me ook een beetje af. Oké. Okay. Maar ik denk dat ze gewoon dachten van, oh, dan moeten we opstaan of zo. Ja, ik weet het ook niet. Maakt niet uit. Met L1 en R1 kan je ook shit doen, hè? Ze zijn helemaal terug, maar hier komt het ook. Ja, oké. Maakt niet uit. Ik ga een nieuwe pakken als het kan. Ja, ik heb gewoon een nieuwe full health.
Wel pokkend lopen dit. Ik krijg zoveel XP door dit te doen. Nou, zo ga je wel snel, zo ga ik wel snel rank 17 worden. Rank 16 doen. Doe je, heb je dat L1R1 al eens gedaan? Nee. Dat ziet er echt sick uit. Don't think we're going to be able to shoot our way through that door. The override should be nearby. Waar is die override? Waar moeten we heen? Oh, we moeten daar gewoon heen. Lol, ik zit gewoon te glitchen. Oké, we moeten nu find a way to the override. Oké, dan ben ik nu pas. Lol. Jij bent er al lang al. Ik zit gewoon nog helemaal te kloten in elkaar. Okidoki. Oeh, de override is hier. En snel dan kunnen we onze tank weer pakken. Heads up! That carrier spinning up its engines. Might want to pick up the pace. Thumos is on that carrier. Groot ding, hè? He has what you need to infiltrate the Almighty. Move! Sick, we kunnen weer een tank pakken. Het ziet er wel echt vet uit zo hoor, om met die tanks te gaan. Als hebben Destiny 1 ook. Tanks hebben er nooit in gezeten, wel die andere kleintjes. Dat je door de map heen kan... Sparrows? Nee, ik bedoel die kleine, Interceptor, daar zat je net ook op. Maar die Sparrows ook niet. Jawel, Sparrows ook. Waar moeten we nu heen trouwens? Ja, we hebben net een deur geopend waar ik al helemaal midden in gevecht zit. Ik ben echt slecht in dit spel af en toe. Ja, slecht in de richtingsgevoel, niet slecht in het spel zelf. Nee, ik kijk gewoon niet waar ik heen moet. Ik kijk niet goed, nee. Ik ben ook moe, hoor. Dan moet ik even wel hier naartoe rijden. Sleep is for the weak. Mwah. Soms moet ik ook weak zijn, hoor. Ja, hij heeft ook een tank, maar hij is eerder kapot dan wij ooit kapot zullen gaan. Wat gebeurt er? Een klein schipje naast je was op je aan het schieten. Well, they've retracted the bridge. We're not going to be able to cross that gap. Oh, your super tank can't fly? Oh. Oké, ga even een nieuwe tank halen. Weet niet waar die is, die nieuwe tank. Is hier ergens een tankding in de buurt? Hier niet. Oh jawel, daar verder in het gebied. Oké, is cool. Als jij even die enemies voor me killt, dan ga ik die nieuwe tank aan. Oh, oké. Ik reed gewoon de afgrond in. Met mijn tank. There's probably a way to extend the bridge. Let's find the control room. Wat de fuck, volgens mij. De control room, ik moet hier naar boven. Oh, jij bent daar al. Wat ben je aan het doen? Ik had nieuwe shit ontblokt, dus ik ging even kijken. Aha. Hey, honden. Wat de fuck gebeurt er? Oh shit, wat de fuck is dit? Dood. That should give us a way across. De brug wordt nu uitgeschoven, nice. En aan de overkant van de brug is hopelijk een nieuwe tank. So, if it wasn't to give me a tank, why did you send our favorite guardian to find me? Oh shit, kijk hoeveel gasten daar aankomen. We hebben geen tank meer. Ik heb wel de power. Can be
Waar moeten we heen? Inspirational. Well, yeah, but with tank, they could be like a million times more inspirational. Kijk, daar kan ik de tank halen. Naar beneden. Als ik nou gewoon even naar beneden spring daar. Oh, grapje, dat is helemaal niet waar. Oh shit. Even kijken, waar heb ik die? Oké, niet hier, oké. Nou, ik ga achter jou aan. Wacht op mij! Je bent al weg. Hier is een nieuwe tank. Oh, eind. Oké, wacht, ik moet hier weg. Hallo! Kijk, we springen dan. Oké, er staat nu dat je met L2 kan inzoomen, dus we moeten echt op targets in de verte schieten. Ik krijg wel lekker veel XP hè, door deze missie. En jij gaat niet meer levelen natuurlijk. Nee, maar mijn level... ik heb wel nog steeds een levelbalkje. En als dat levelbalkje vol is, dan krijg je daar ook nog rewards voor. Dat duurt zeker heel lang. Ik heb nu bijna dat balkje alweer vol. Oh mijn god, ben zo. Maar ik krijg ook veel, want ik zit nu op de helft van level 15. En als deze missie voorbij is, dan denk ik dat ik level 16 ben. Als ik dan die missie voor mezelf complete, dan ben ik level 17 denk ik. Oh joh, hier is gewoon een boss al de hele tijd. Ja, mijn balkje is bijna vol man. Ik moet echt nog een... letterlijk één enemy. Wauw. Kijk ook nou rijden met z'n tweeën. Ah, maar je bent al best lang level 20 volgens mij. Ja, klopt. Het enige standing between you and the Almighty is through mostly unbroken. He's a blood god. One of God's chosen. The Red Legion will die for him. Why don't you help them with that? Laat hem me duwen hoor. Yo. Ik stop. Wow. Ik ga een nieuwe pakken. Ziek groot. Ik ga een nieuwe pakken voor de zekerheid. Dit schip is echt belachelijk groot. Wait, see those generators? We need to take them out if we're going to board that carrier. What the fuck, ouwe? Wat een grote map opeens. Opeens helemaal tank combat. Voelt als Battlefield in Space. Echte. Ja, waar moet ik heen? Oh, we moeten deze dingen uitschakelen volgens mij. Nee, dat is het niet. Shield generators destroyed. Er staan twee markeringen. Wacht ervoor. Oh, ik snap het al, Oh shit, ga terug de tank in. Dit is het wel, man. Ik heb er al eentje destroyed. One generator down. Jij moet even die andere destroyen. Ben je daar in de buurt? Ja, ik snap het niet, want er staan wel markeringen bij. Maar ze gaan niet kapot. Jawel, je moet aan de andere kant. Ik heb er al eentje stuk. De binnenkant. Kijk hier.
Wow, wordt dik beschoten. What the fuck is dit? Wat dan? Kijk, zie je? Kapot. Oh, vanaf de achterkant was het. Ja. Aha. Keep that carrier on the ground. Dan gaan we wat moeten doen. Even kijken, wat moeten we nu doen? Oké, we moeten nu die kant op. En dan moeten we destroy the Goliath tank, the carrier last line of defense. Gekke shit, ja, Bright Engram gekregen. Ik ben weer een level. Ja, level 20 blij ben je nu nog steeds toch? Man? Ja, maar Bright Engram gekregen. Ik ga even een nieuwe tank. Je moet daar boven schieten, man. Het is al compleet. Oh shit. Let's find Thumos. Good work, Guardian. And Keen. After this is over, I'll talk to Holiday about your tank. Oh, I missed you too, buddy. Oh, nou. Mission was al compleet. Yep. Ik ben heel benieuwd, want we hebben dit hele schip aan de grond gehouden. Alright guys, we zijn dus nu gewoon teruggespawnd na de missie op Earth. Je ziet dit gigantische kabalschip hier nog hangen en daar is dus ook een... Een quest, nog een fable. Je ziet hem, de Red War. Maar ik ga even de map erbij pakken om te kijken hoe hoog je moet zijn. Waar is hij? Het is hier helemaal bovenin. Het is gewoon de hoofdmachine. Ik ben benieuwd of we hem kunnen starten. Ik ga er wel even snel heen met mijn Sparrow, ja? Dan kijk ik of we hem kunnen starten. Hij is beschikbaar. Nou, start hem maar dan. Ik start hem wel gewoon. Okay, let's go. Find Thumos, the Unbroken. We're in the carrier. Good. Your target is Thumos the Unbroken, one of Gaul's chosen. The key codes to his ship are your ticket to the Almighty. Hawthorne had a run-in with him while you were off-planet. They're known as the Blood Guard for a reason. I tell you to be careful, but that didn't help the last team I sent out. Find the command deck, and you'll find Thumos the Unbroken. And you'll break him. Okay, okay. Zoek naar Thumos, dat is het hulpje van de hoofdslechterik. Oh, dus we zijn nu echt op het einde, hoor, bijna. Zeker, dit, is ook, hun basis, man. Oh shit. Jezus, sick de actie. Veel sterker ben dan mij. Nou, dat mag ook. Ik gebruik ook die grenade launcher heel veel, hè? Die is heel goed. Ja, ik gebruik nu ook wel een grenade launcher. Ik ga even een switch, man. Het is wel een vette gun, man. Blijf ik liever deze. Ja, ik heb wel echt hele fijne wapens nu. Let's find a console and dig up the schematics.
Oh, die is echt kut. Ship schematics, nice. Hey, I've got the map. Let's find Tuchus. Oh jee. Wacht ervoor, ik kom eraan. Check dit. Wat er is wel even. Welke wat? Ik ga weer even verder met de hakken. Ook al is hij niet de sterkste wapen die ik heb. I don't give a fuck. Crazy. Be careful out there. The team I lost to Thumos, they were good people. Some of my best. Our guardian can handle it, Hawthorne. It's what we do. It's what you did. Last I checked, without the light, you and me, not so different. Jij bent toch veel verder dan mij, lol. Ik heb hem staan dansen dan. Ah, the door is sealed. Eh, fuck. Look around. There's always another way in. Wish I could be out there with you. Pull the trigger myself. With my team. Your time. Het is wel een vette missie hoor, Lana. I'm careful. Volle actie aan het infiltreren bij hem. Kijk hoe sterk jouw guns zijn vergeleken bij die van mij. Niet normaal, hè? Als ik deze een beetje zou doen, zou ik het niet halen, denk ik. Denk het ook niet. In ieder geval, niet op je huidige level in ieder geval. Jij wel, want jij hebt al die legendary wapens. Nou, misschien haal ik het wel, maar dan moet ik wel 25 keer doodgaan. Ja, nou ben ik er klaar mee. Doei, superchops, hè. Mijn wapen schiet groene lasers, zag ik ook. Lekker man, kijk die orpjes. 4 orbs of light had je. Lekker man. Ik kill gewoon fucking iedereen. Ik killde echt iedereen. Almost to the hangar. By now Thumos will know you're coming for it. Expect a welcoming party in there. Holiday, are you in range for an assist? Okay, op ground is het wel echt een supersterke power, maar in die air kan je er niks mee. Respawning restricted, oké. Wat een vette missie. Volle kracht gewoon. We zijn echt aan het rekken hier. Damn! Die was meteen dood in mijn Nederlands. Eén super had ik gewoon 2 van die leaders met gele levensbalken. Hallo. Wow. Jouw wapens zijn veel te sterk, man. What the fuck, hey, kijk, van buiten af worden geholpen door Ikora. Ziek. Dat ship.
vette missie. Ja joh, we zijn echt vol aan het druk zetten. We gaan er echt lekker doorheen. Dit is zo fijne gameplay. We zijn nog in één keer dood gegaan ook, dat is ook zo ziek. Maar ja, dat komt ook door jouw fucking legendary shit. Sick, hoor. We rekken echt iedereen, jongen. Hier, we hebben al een control room. Oh shit. Deze man ziet er wel OP uit, to be honest. Ah, dat is die eindbaas, denk ik, of niet? Nee, dit is Matty. Zijn hulpje. Is dat zijn hulpje? Oh. Ja, hij is nog steeds wel de eindbaas van dit level, maar niet de eindbaas van de game. Oké, ik moet snel mijn powers krijgen. Ik heb bijna mijn super en die ga ik knallen op die gast. Ja. Oh, dat ga ik dus niet, omdat hij in de lucht vliegt. Oh, nu niet meer. Oké, nice. Hij is zo sterk is hij nou ook weer niet met jouw legendary shit. Klopt. Oh, nou werd ik gekild van achter. Kijk hoe snel jij ze dood maakt vergeleken met mij. Bruh. Zoveel chaos, jongen. Sick, hè? Jezus, wat een missietje. Ik heb ook wel echt het perfecte wapen, hoor, voor zo'n missie. Oh, shit. Laat maar, nevermind. Oké, 3, 2, 1, let's go. Daar gaan we. Doe maar super op, hij staat op de grond. Ik doe backfire. Yeah, we hebben hem al. Lekker. Phew! Got the key codes and Thumos is dead. Check and check. Level 16. Hoppa! Zo doen we dat, Lama. Fucking nice. Gewoon erachteraan gepropt. Twee missies in één part gedaan. I'm gonna spread the word. Thumos is gone for good. Maar daarom heb je ook dit soort spelers als mij, zeg maar, allemaal op mijn niveau nodig als je gaat raiden. En dan moet iedereen die wapens hebben en dat soort dingen. Anders kan je gewoon niet gaan raiden. Anders is de raid onmogelijk. Ja, dit in mijn eentje had ik niet gekund. Oké, nou we zijn dus op hetzelfde punt nu, guys. Zeg maar op hetzelfde punt van Earth bedoel ik. We hebben het schip letterlijk gewoon geflikt. We hebben dat hulpje gewoon met de grond gelijk gemaakt. En nou hebben we nog steeds een Red War Quest open. Als ik kijk, dan heet die... Hierboven Larsency. Recommended power 170. I don't know. Iets wat we sowieso de volgende aflevering moeten doen. Want deze moet tot een einde komen. We hebben twee missies in één part gedaan. Ik heb een sniper. Vette shit gedaan. Oh sorry, ik praat door je heen. Sorry. Maakt niet uit. Wat een vette shit gedaan. Dus de Red War zit er voor nu op. Aflevering 14 gaan we weer verder. En dan kijken we of ook Delano kan meedoen in verband met zijn level. We zullen het vanzelf zien. In ieder geval, thanks voor de support. En tot de volgende, guys. Later. Later.